Samaka gezagsdragers en intellectuelen willen dat de regering stopt met de uitgifte van concessies in hun gebied. Tijdens een gangkutu afgelopen zondag in het dorp Pokigrong hebben ze duidelijk gesteld dat het Samaka grondgebied geen domeingrond kent. Tijdens de gangkutu hebben diverse sprekers aangehaald hoe er vanaf 28 november 2007 gronden worden uitgegeven in hun leef- en woongebieden. Regita Ehrenburg van Stichting Bureau Asawini haalde aan dat de Samaka gemeenschap nog altijd versteld staat hoe de centrale overheid gronden in het gebied blijft uitgeven, zonder daarbij het traditioneel gezag te raadplegen. Ze geeft aan dat de gebieden die worden uitgegeven meestal kostgrondjes zijn. Als de gronden worden uitgegeven, dan mogen de mensen volgens Ehrenburg niet meer in het gebied komen. Als ze dat volgens haar toch doen, worden ze door de politie verwijderd. Terwijl aan dat recht voor dat je recht, dat duidelijk dat na una de rechtmatige smaak voor agrondotti. En dat zo is dat Paramaribo een weiger voor respect de rechten voor je. Ze verdragen teken, of de verdrag na a verdrag voor 19 september 1762, 260 jaar. De Paramaribo egodoro. Oké, wie legt de wang, ze verstaan alletief wie? En u sapfa alletief wie snapt dat papira? Dat u dacht, nee, we horen wat kruto na desma, voor informeer desma. Met desma sap sana de leti en fademus handhaaf de letief de. Tijdens de gangkutu is ook gesproken over het feit dat de Rosebel Gold Mines doorverkocht is aan het Chinese Seeing Mining, zonder dat de Samaka gemeenschap daarbij gekend is. Ehrenburg zegt dat dit onacceptabel is en meldt ook dat de Samaka gemeenschap via de media heeft vernomen dat het bedrijf verkocht is. Ze benadrukt dat de Samaka gemeenschap ook rechten heeft die vervat zijn in het Samaka vonnis. Ik vond het juist, zoals je duidelijk, dat foto is vertrapt wie rechten. Rosebels heeft vertrapt wie rechten. De affaire is dat we ook geen toestemming hebben in mijn kot op mijn grond. Want kom tegen ons aan. Het was maar voeren naar foto. Naar vertrappen, vertrappen we rechten, dat ik voeren. Wordt hij toch gestraft? Dan hoe moeten wij, dat is de vraag, wat moeten we nu met de Surinaamse overheid doen en Rosebelt? Ehrenburg geeft aan dat de Samaka gemeenschap meerdere malen heeft geprobeerd de overheid op deze vraagstukken te wijzen, door middel van het indienen van petities. Echter merkt zij niet dat er verandering in de zaak komt. Gisteren heeft de jongere groep van de Vereniging van Saramakaanse Gezagsdragers een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée om weer eens aandacht te vragen voor het probleem van grondgiften in het woon- en leefgebied van de Samaka.